was het vooral belangrijk in mijn conditie. Omdat ik natuurlijk heel veel wedstrijden heb gedaan, elke keer moest vliegen. We hebben natuurlijk niet meer kuren kunnen doen voluit. Maar ja, dat is allemaal... Is dat een grote vermoeidheid? Ook wel, ja. Ik heb natuurlijk heel het seizoen heel veel gedaan. En ik denk dat ik gewoon vermoeid ben. Maar dat is natuurlijk geen excuus voor wat ik nu gedaan heb. Ik ging er natuurlijk wel voor en dat wilde ik nog steeds doen, maar het lukte even niet, dus jammer. Nou ja, volgende maand ook nog de WK junioren mee mocht doen. En kan je jezelf daar opnieuw voor opladen en denken van oké, ik ga er opnieuw keihard tegenaan en het gaat lukken? Ik ga mijn best doen en ik ga alles doen zodat het daar wel lukt. Ja. Ik heb zeker niet meer mijn seizoen gehad met een EK en ja, op zich ging het wel hier naartoe, maar ja, misschien was het allemaal te veel iets. Ja, kan dat hier... Wat zijn jullie een beetje goed maken, dat je eigenlijk al een heel mooie prestatie hebt erbij, een beetje wel, maar het is natuurlijk wel het Nederlands kampioenschap voor ons, ja. Dus het is wel zuur, maar ik heb een mooi seizoen gehad en dat is het belangrijkste voor mij.